Nee. Hé? Dat is dat boek wat uitgegeven is. Is dat geschikt van hem? Ja. Van Van Bentum. Ja. Dat is schitterend. Goh. Jeetje. Weet je dat... En Niele die zei... Het is Niele, niet mooie Niele heeft al de bezwaar gehad tegen de uitgave van dit boek. Ja, dat heb ik begrepen. Dat was, is het dan een Niele geweest of is het een politiek vraagstuk? Kijk, als je het mij vraagt, is dat laatste het geval. En hij durfde, maar ik heb hem wel eens een keertje naar gevraagd, maar dan wandel ik eromheen. Maar er is over die vreugde, die burgemeester vreugde. Dat zal ik je trouwens ook laten zien. Van de... De burgemeester die voor de NSB-burgemeester. Ja. Vreugde is in 34 benoemd. En is in 42 ontslagen omdat hij geld jatte van Winterhulp. En daar zal ik je iets laten zien. Waar ik ook, dat ligt ook weer klaar om iets mee te doen. En hier moet de naam van hem schitteren. Van Herp in voorkomen. Oh, hier. Kijk, hier heb je hem. Hier heb je hem. Hendrik en Albert van Herpen. Ja. Hier. Ja, en dat behoorde tot de hoge, want de Van Herpes waren leden van het geslacht van de heer Van Kuik. Een zeer aanzienlijke familie. Wilt u daar even kennis van dragen? Het is het boekje wat heeft... Niele, die wilde dit boekje niet uitgeven. Nee. En toen heeft hij... En nu, ik zie dat Groesbeek hierbij is, denk ik dat hij informatie van Groesbeek ook niet nuttig heeft beoordeeld. En... Oh, hier. Het grootste bezwaar was dat de heer Van Bentum al bezig geschreven, misschien zo geschreven. Zie je? Jarenlang had ik hem terzijde gestaan, enzovoort. Dus hier wordt verteld over het boekje van Bentum. En hier heb je nog veel meer informatie. Dan krijgt Van Bentum nog even een trap na. Ja.